Goedendag mensen, welkom terug bij een nieuwe video. Dit is koning Charon en vandaag heb ik een idee. Vandaag gaan we terug naar die brouwerij en we gaan ons proberen daar tussen zelf te drinken en die zien hoe ze dan gaan reageren, die Charles. De Charles is ietsje minder vriendelijk dan de nuchtere Charles. Dus dames en heren, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat verlopen. Here we go. Zien. Als ik ben op 1 minuut bezig. Nul. Oké. In orde. Voilà. Hey, tot daar. Voilà. Goeiedag. Hallo. Hey. Hallo. Oh, sorry. Jij maakt niet uit, ga er langs. Nee, oké. Okay. Succes. Doet dat goed, collega. Salut, hè. Ah, collega's. Hallo. Zeg, weet jij hoe je die koffer open doet van achter? Ik ben de laatste. Hoe je hem open doet is met F1, maar hoe je erin gaat is met Enter achter. Ah, dank je meneer. Dank je wel, hè. Geen probleem. Yo. Pauze of wat? Hoi. Hebben jullie pauze? Zijn auto is kapot. Ah, ik sta hem bij hem te chillen, ja. Oei. Waarom reageert mijn telefoon niet meer?
En zijn ze onderweg de wegenwacht of? Ja, ik heb een berichtje gestuurd, maar mijn telefoon wil ook niet meer open. Met de postcode. Zie, ja. Ah, de postcode erbij zit. Of gewoon misschien even casino of. Het is wel een variatie postcode, dat is wel, ja. Ik zag net volgens mij op Twitter iemand in. Zeg aan ze, als je wilt, ik kan die even gaan halen bij het depot, als je dat liever hebt. Ik heb toch geen klant, dus. Ja, ik heb nou net een klant, zie ik. Ik ga daarmee. Oké. Zeg, is dat goed dat ik even bij die ga halen bij het depot? Dan kan hij met mij mee rijden ofzo. Is dat goed? Ja, ik ben er ook zo alweer. Ik heb mijn plan in. Ik word op spot gezet, what the fuck. Ik ga vragen of ze een trailer kunnen brengen. Is dat goed? Ja hoor. Oké, tot zo hè. Niks doet het ook meer. Wat de hel? Amai, dat is een serieuze. Oh. Goeiedag. Ik heb een vraagje, meneer. Ja? Zou u eventjes iemand kunnen dispatchen van de AWNB om te passeren, om te langs te rijden bij het casino? Nee, helaas, ik mag het depot niet verlaten, meneer. Nee, nee, ik bedoel een collega van u die op de baan is. Ja, als u een melding oppakt, komt hij zelf naar u toe. Ja, het probleem is, mijn collega, zijn telefoon is, doet het niet. Dus vandaar dat ik even dus hier kom vragen, vandaar. Ja, dan wordt het toch echt een probleem, want ik kan het depot niet verlaten. Geen probleem. Dan zoek ik wel een oplossing. Dankjewel, hè. Oké. Okay. Nou, doei. Doei. Ga ik eerst een melding maken. Taxi kapot. Lak. Van lak.
mij. Taxi, we waren heel goed midden. Jullie dacht, ik heb een taxi nodig. Ja, wat is het postcode, meneer? 7275 bij het ziekenhuis. Ah, ziekenhuis gewoon. Ja, gewoon 7275. Ah, en niet dat even, hè? Wat zeg je? Eventjes in de lijn blijven, meneer. Ja, is goed. Even één keer herhalen, alsjeblieft. 7275. 7275. Correct. Ja, super. Oké, tot z'n weten dan, ik kom eraan. Is goed, Pik. Tot zo. Yo. Yo.
Goedendag. Goedendag. Wil je misschien 500 contant van mij? Ah, ja, dat, helaas meneer, ik ben platzak. Oh, oké. Okay. Even kijken hoor. Ja. Hier graag. Zouden we eerst langs de bank kunnen? Ja hoor, tuurlijk. Topper. Topper. En hoe gaat het met u meneer? Hoe goed dan met u? Alleen slecht weer hè? Ja, zeker. Dat is jammer. Klopt. En al lang in de stad? Ja, een tijdje. Bij mij is het ook een tijdje, alleen. Wat zeg je? Bij mij is het ook een tijdje. Allee ja, 21 uur of zo, denk ik, ben niet zeker. Oké. Maar wat is hier gebeurd? Geen idee. Maak ik er langs? Oké. Okay. Denk dan. Het was een arrestatie. Denk het ook. Die had een taser op zak. Klasse, ik wacht hier hè. Een topper. Zeker hè. Yes. Ik kan dus koning hè. Amai zeg, we zijn er een look gekregen jong. Ja zeker. Amai. Ik haat die kruispunten hier zo hard. Ja ik ook. En de kabelhoed gaat oefenen met schieten ofzo. Nee joh. Wat dan? Mag je dan niet schieten met dat? Ja weet je wat, doe dat maar, doe maar. Dat, allee, oh, dat is een cowboy, dat, allee, dat is wel bekend voor de volgers. Oh zo. Sorry, wel grapje. Nee joh, het is wel grappig. Het is dark humor. snap ik. Ja, ja. Hier is rechtdoor van. Ik al van de hoogte van de bierbrouwers en hun loesje praktijk. Ik heb het al onderschept. En wat? De bierbrouwers en hun loesje praktijk. Nee, wat is dat? Allee, met hun illegale praktijken. Gisteren heb ik iemand een groep bierbrouwers dat betrapt met drugs en gestolen goederen. En ze hebben dat allemaal verstopt in de parking bij al die containers. Nee joh. Ja, en er waren ook een hoop nationalisten, dus ja. En u heeft ze beroofd of wat? Nee, ik heb ze onderschept. En daar waren ze niet blij mee. En politie zijn gekomen, hebben die dan allemaal verstopt in containers. En ja, toen de politie zei van dat is een vork in een hooiberg, dus ja. Vork in een hooiberg. Het is dat. Allee. Ben je veel bedenkt, meneer? Hoeveel ben je beschuldigd? Maakt niet uit, man, kies maar. Wat is je geluksnummer? Mijn geluksnummer? Ja. Echt, sowieso echt. Nee, gewoon je ID. Ah, mijn ID, 372. Maar ik sta echt zo zwaar achter. Ik heb min. Maar denk je wel, meneer. Bij mij is dat, ik heb echt min 6908. Zo. Ja, dat is echt. Kom, ik kom goed werken. Die is dat jong. Allee. Nee, is goed, allee. Hallo hè. Allee.
Ja, allemaal de rest hier dan. Allemaal. Dus ik kan niet wegrijden. Jongen. Eerst zit je ons aan te rijden zonder reden en uit te dagen. Bro, jij rond gewoon tegen mij op, man. En dan rijd ik gewoon weg en dan ga je hem achtervolgen. Ja, man. Ja, hey, vriend, als je doorgaat, ik stop deze even. Taxi Groningen, goedemiddag. Hallo, Taxi Groningen, goedemiddag. Goedemiddag, ik heb een lift nodig. Wat is je postcode, alsjeblieft? 100. Wacht even, hè. Dus 1. Postcode. Ja, zeg het eens. 1. 1. 0, 0. 0. 4-8. 4-8. Super, taxi is onderweg. Nee, 4-6, sorry. Oh, dus 104-6. Ja, dat is bij de ijzerverkneding of bij de koperverkoop. Is dat niet 1 nulletje minder? Is dat niet 10-6-4? Ja, dus 104-6. Ah ja, oké, okay, dus toch ja. Oké, okay, goed, tekst onderweg. Ah nee, het is, ja. Oké, okay, tot zo beet. Ja, het is nou. Oei, lift nodig meneer. Wacht, ik vind busje kapot. Ja, in ieder geval ik hoor niet, maar als je wilt dat ik je een lift geef, dan mag hoor. Ik hoor niet meneer, misschien even kijken bij uw game-instellingen van GTA 5 zelf. Want, allee, ieder hoort mij dus. En anders probeert slash me en dan spatie. Hallo, ja, hoort u me nu? Ja, nu hoor ik u. Perfect. Kijk, toppie. Oh ja, nou, daar staan we bij al, sorry. Ik werk niet zo bij al. Poink, dat is geen probleem. Goeiedag. Succes hè. Yo. Hallo, dat is Groningen. Kan ik je helpen? Zo. Ja, meneer, die is dan de taxi is onderweg. Oké, okay, meneer, taxi komt eraan. Vrouw. Daar word ik elke keer door de telefoon. Kijk, hier de ene weg. Taxi Groningen, goedenavond. Ja meneer, bent u al bijna? Ah ja, ik ben onderweg, hè. Maar de taxi heeft een vertraging meneer, sorry. Ja, ze gaan even wat drinken pakken in mijn auto, dan kom ik zo aan, hè. Dat is super hoor. Dus tot zo bent u, ja, ik ben onderweg, dan heb ik een vertraging. Dus politie, had even staande gehouden. Oh, oké. Maar ik ben er hoor, direct hè. Tot zo.
Hallo? Ja, goedenavond meneer. Hoort je mij goed? Ik hoor u heel goed, inderdaad en duidelijk. Lekker meisje man. Ik kan naar het AMB depot eigenlijk. Ja, ik zeg, zal ik even aan de waypoint, is goed? Ja. Dan weet ik toevallig wat is. Ai, iets makkelijker. Icoontje. Dat is al beter dan gewoon een random call. En hoe gaat het meneer? Hè? Hoe gaat het met u meneer? Zeg je? Hoe gaat het met u meneer? Ja, goed. Goed, goed. En al lang in de stad? Ja. Oh, allee, een ervaren dus. Dat doe. Lekker ervaren. Dat kan nooit geen kwaad. Ja, sorry dat ik eventjes wat later was. Want de politie had me staande gehouden, dus snel als boete. Schip. Ja, snel als boete. Hè? Ik had een snelheidsboete gekregen van de politie, dus ze hadden mij staande gehouden. Ja. Dat was daarom. 200. Ja, inderdaad. Puur, maar echt waar jongen, dat is niet normaal. Die geven zo'n dure boete soms, ik word snel uit. Hier. Amai. Bedankt meneer. Super, super vriendelijk. Dankjewel. U doet het ook niet voor een... Wat zei u meneer? Wijn of bier? Ah, nee, ja. Buiten de werkuren, meneer. Allee, natuurlijk, vorige keer was iets anders voor mij. Maar heb ik gewoon uw gegeven. Ik was inderdaad vorige keer dronken, maar dat is niet meer. Ik ben nuchter. Hier is goed. Hey, dankjewel. Alsjeblieft, dag. Ja, doei. Doe maar zo, pas dit maar. Yes. Kom maar, ik heb hier wel van. Ik een taxi, zo lopen ze. Amai, dat was een liefde, zo makkelijk. Wat een kutbaan.
Hallo meneer. Wat is er gebeurd? Ja, ik werd neergeklapt. Door die chauffeur? Nee, dat is gewoon een vriend van mij. Ah, oké. Okay, anders dan kan ik dat melden bij de baas. Allee, wat hij werkt dus. Het is morgen. Nee. Hij zit net 6 uur op de server, dus kan net een map doen. Dus een map te maken. Zo, dat is dat wel handig. Ze moesten elke dag een andere baas in de taxi. Dat is wel handig geweest. Ja, ik zou aan het joh. In feite, ik pak zo'n beetje die rol op mezelf, omdat ik wat meest in dienst ben, dus. Nou, veel succes nog. Moet je echt naartoe gaan of zo, meneer? Ja, ik ben ook taxichauffeur. Ah, oké. Okay. Allee, collega. Houd u goed, ja. Hè. Yo. Ja. Tada. Oeh! Dat was niet de man. Oh, Charles. Huh. Dus neer, we gaan even zien of die Charles daar nog zit. Hopelijk heeft de politie iets met die melding gedaan, dat moet je nog niet weten. Van daar straks heb ik naar het politiekantoor geweest, ik heb een klacht gaan indienen tegen mijn kinderen. Ik heb ook de daders beschreven. Ik heb ineens bijgezicht voor wie de vorige gezien heeft, dat ze verstoppen goederen en containers verstoppen, onder andere drugs. Andere dingen die ze mee afleveren enzovoort. Dit gaat waarschijnlijk ook gaan op huizing raken. En ook mogelijk rewards van onmiddellijk naar te spelen. Zojuist heb ik ook een verdachte geschikt dat, dus, allee, dat er twee getuigen met getuigen rond tegen die stond een bierbrouwer vrachtwagen waren. Allee, bierbrouwer, busje waren. Het kan zijn dat deze twee dat toevallig zat met elkaar te maken heeft, maar ik al zei. Dus het kan zijn dat we niet verstaan. Helaas ben ik zelf geen politieagent. Ik zou wel heel erg willen dat er hard in dit verschil is, maar dat is wel door de presentaties. In ieder geval, het is kijken, want ik heb maar met z'n tip voor de ambulance, ik ben een keer curieus. Gezien, hè. En maandag en woensdag die... Oh, sorry, verkeerde dat.
Normaal gezien woensdag de uitreiking zijn. Even kijken. Maar ik denk verder van niet. Ik ben niet getagd, denk ik dus. Ambulance. Ik vrees er een beetje voor. Oké, is dat vandaag? Nee, dat is. Ze hebben het nog niet. Dat is vandaag hebben ze nog niet. Allee, bon. In ieder geval. Ja, misschien dat ik een privébrief kreeg, I don't know. Die kind en agent die zei tegen mij dat hij een goed woordje ging doen. Maar ja. Hopelijk komt dat wel in orde, zeker. Super, gaan we nu verder spelen. En ik heb nul geld, man. Nul, man. Ik heb nul. 0,0 maar niet. Wat? Zot! Jesus Christ, man. Dat hebben ze ook geleerd, zeker op de rijschool. Spookrijden. Oké, okay, hier stik ik niet. Dat is een afgespot. Allee. Leven. Hier dat je dicht. Hier kan ik hem wel niet meer bij steken, dat is wel gevaarlijk voor de members. Nu ga ik er wel even een serie pakken. Die motorbuggen zijn juist gezien, volgens mij is dat ze hier de motor binden. Die gaan we zien waarschijnlijk in de schuil. Elk kartel heeft ook een schuilplaats. Dat is een oude garage die hier gebruikt wordt. Vlakbij de goederenspoor. Kijk het eens. Vlakbij het goederentreinspoornetwerk. Ja. Oh god, terug draaien dan niet verkeerd draaien. Kijk, ik moet hier al een beetje ik vrees, oftewel, als ze er geweest zijn, hebben ze misschien ergens thuis gevraagd, of ze hebben niks gevonden en hebben ze hier net als gevonden. Dat is dan wel. Als ik mij zou bellen, ga ik zeggen dat ik.
Die witte hebben die wel kapot samen, die bikers. Allee, dus de last. Groningen. En die wit. De Bibrouw. Waarschijnlijk in Rafa, wat ze hier wel inderdaad kunnen. Meestal is het voor het onnozel dat, het meestal is het voor het onnozel dat ze dan jobs gaan doen als raken. Het kan ook zijn dat hij dus van u is. En dat ze zo gezegd zeggen, ja, wat lekker is gratis, of lekker gratis geld. Als je die, die goederen dus verbreekt in de container. Dit kan ook gewoon waard zijn. Natuurlijk kan het ook iets speculeren, maar ik heb het niet gehoord. Het verloopt. Ik ben eens gereden op de Charles weer uit de kracht. Er zitten wel veel brouwerken van. Oké, dat is er iets. Even chassé bellen. Kan ik het niet vertellen? Politie is hier geweest. Yes, yes, yes. Hahaha. Gepoept. Ja, ja, hij is hier geweest. Ik heb ze bij een pietje. Oké, heel graag. Excuseer, mag ik hier eventjes iets vragen? Is hier toevallig de straks politie geweest? Ja. Ja, hè? Ik ben politie. Ja, ik bedoel, is hier de straks politie geweest? Rustbegraden. Ja, ze zochten naar u. Rustbegraden. Ik zou je enige ding zeggen, ik zou je niet aanraden dit was. Wel. Yo. Niet. Ah, dus je bent van de hoogte, hè? Nou, ik kan ja. Niks zeggen. Ja, in ieder geval, als je wilt weten waarom de politie hier geweest is. Ik heb een van de werknemers heeft gisteren verraden van die containers. Ik ben politieagent. Dus, allee, ja, de ene die dat heeft. Wat is er nou? Zoek je naar de politie die controles uitvoert ofzo? Ja, de politie die. Kijk eens, dus de politie is met een zaak bezig en dat ben je gaat... toevallig matig met Bertus? Wie? Deze hier. Nee. Pak. Die ken ik oh nee, niet. Ik ken je stem als een. Ja, ik ben politieagent, dus het zou kunnen dat ik je ooit een bekeuring heb gegeven. Ja, maar ik heb geen bekeuring gehad, dat meneer. Maar in ieder geval, de politie is bezig met een zaak rond hier, dat er hier containers staan met gestolen goederen en drugs. Dat is dus exposed door een van die werknemers hier. Hey boys, en hoe ik kan ik eigenlijk wiet verkopen? Ik had het gisteren op heel dat betreft, dus... Wat? Hoe kan ik wiet verkopen? Heb je dat zeker niet in die containers nu kijken, want dat is er gepakt.
Je moet eerst verpakken. Ze zijn met een zaak bezig aan daar, dat weet ik. Hoe raak ik daar? Hè, wat? Ja, je moet het niet verpakken op de eiland. Jawel, je moet het ja, het is een nieuw. Sinds wanneer? Ja, oké. 2-3 weken. Oh ja, toen werd ik net politie, dus ja. Hoe moet ik dat raken dan? Ja, helaas. Maar je hebt ook een, je hebt ook een nieuwe plek op het eiland, hè, dat je silences kan maken. Ik hoor, hoe moet ik dat raken? Oh, nice. Nee, hoe moet die daar komen? Ik vind het wel jammer dat ik vind het wel jammer dat ik nog geen politie heb. Ja, je moet met een jetski of een boot. Oh zo. Dat ik echt heel erg willen doen. Oh. Nee, ik snap het accent niet helemaal, sorry. Welk accent? Welk accent? Ja, Belgisch. Oh, ja, ik doe mijn best hoor, om verstaanbaar te praten. Dus, ja, ik vind het verstaanbaar hoor. Dank je wel. Ja, sommige dingen zijn wel verstaanbaar, ja. Maar soms heb je van die kleine woordjes. Maar je maakt... Oh ja, dat is eigenlijk klopt. Ja, maar als, het, als er een woord is dat je niet verstaat, dan mag je het altijd zeggen hoor. Ja, ja, hun is echt een Belg, ik hoor dat jongen, dat is niet normaal. Ga ze ook een Belg per se, zo hoor ik hier. Ja, dat is het meest van. Allee, aangenaam. Dylan van Scoort taxichauffeur. Waarom ben je hier als taxichauffeur? Ja. Maar mensen rondrijden. Jullie zijn tenminste vriendelijk, maar er waren andere collega's voor jullie die niet zo vriendelijk waren, maar ik ben blij dat jullie... Nee, die zijn er altijd. Ja, die ene... Ik gewoon een klap geven. Ik weet niet of je kind wel een figuur, met grijs haar en een andere met een tattoos op zijn arm. Ja, het zijn er erg veel. Ja, maar ja. Maar die, een van die gasten hield dan wel ineens die drugs boven van die containers. Allee, ja. Dat is, allee, die brengt dan in feite jullie een beetje in de problemen. Hè? Dat is ook niet de bedoeling, hè? Ja, dat is vader, ik schiet hem. Ik bedoel, ik arresteer hem. Ja, ik denk dat hem ook in de bak zit, hè? Nee, ik kan wel, maar dan moet ik hem slagen. Ik zou hem ook wel voor zijn bek willen. Ja, ik begrijp dat helemaal, sowieso. Allee, ze waren dan zo met 4 man zo, allee, stel. Was mij in elkaar aan slaan. Allee, ja. En nog een andere bellen. Fuck off met je pakketjes. Elba! Wat is dat hier? Zit aan het skippen of aan het droppen of aan? Ella, ik blijf eens hier. Blijf eens hier. Huh? Die poort dicht. Doe die poort dicht. De poort dicht, doet je hem open. Hey. Hier blijven, ga. Hier blijven. Wat is er? Wat heb je juist aan mij gegeven? Was dat... Als je drugs aan het droppen bent, dan ben je in ieder geval hier niet aan het juiste adres. Want hier droppen bij bier, jongen, alcohol, dat is geen drugs. Waar heb jij het nou over? Ja, alleen voor het... Oeh, maar jij hebt een pakketje gegeven? What the fuck, gast. Dit is waarom ik zo hard bal dat ik geen agent heb. Ik bouw echt zo hard nu. Ja, zou je thuis agent zijn? Wat had je gedaan bij meneer? Ik ben nog niet agent geweest, maar ik heb wel ervaring met het boek, dus allee, oh, met andere woorden gezegd. Maar ik heb mij gesolliciteerd, maar ik was de vorige keer niet door, dus allee. Oh. Hey, wat kan ik met die pakjes doen? Opeten. Ja, jij bent agent, jij kunt dat in beslag nemen, hè. Je kunt ze in beslag nemen, hè. Ik ben nu niet in dienst. Ah, oh, ja. Maar... Nou. Collega's bellen, hè. Die mogen dat wel. Moment. Is het moeilijk om binnen te geraken bij politie? Ze zijn goede sollicitatie kan schrijven en normaal doet niet. Mm-hmm. Ja, bij mij was het ding dat de lengte niet te kort was van mijn... Oh ja, ik had 1000 woorden. Ja, maar dat is hem juist. Bij mij, ik had een L gegeven, maar ik denk dat het niet te kort was. Nochtans, ik wil echt heel graag er komen werken. Dus, maar ja. Allee, ja. Sorry, schrijf man. Wat is dat? Een sollicitatie. Verdient een agent veel? Nee. Als ambtenaar mag je toch wel? 800 verdien ik. Dat is meer dan taxichauffeur. Ja, maar wij krijgen alleen die 800, hè? Wie is die pakketjes aan het afleveren? Als ik goed betaald zou ik hier niet staan. Eens kijken wat dat is. Maar het is gewoon leuk, we hebben wat te doen. Wacht, 800 voor wat? Per uur of 10 minuten. What the fuck, wie is die pakketjes aan het doen? Die pakketjes kunnen zelfs niks doen, Jesus Christ. Dat is kei veel. Nee, maar dat is cocaïne, ik kreeg. Toen ik taxichauffeur was, kreeg ik per. Ja, botje dat ik weggebracht, 4k. Ja, dat bedoel ik. Ik krijg 5k per uur en als ik niks doe, krijg ik ook 5k per uur. Maar als ik... Wat zei je? Ik krijg geen bonus.
Maar ja, ik moest wel. Ik moest wel heel tijd. Wacht, ga eens even naar uitzendbureau op je pasje. Ga even bierbrouwerij worden, dan heb je een automatische marker. En hoeveel verdient dat? Bierbrouwer? Ja, okay. Genoeg. Ongeveer. Ja, klopt. Zo 100k wil denk ik dat je 2,5 uur bezig bent. Oké, ik ga bierbrouwer worden, want ik heb dat geld nog. 3 uur misschien. Ja, jongen. Max 3 uur. Oh, sorry. Ik heb nou min 12.000. Goed. Allee, tot zo dan. Ik heb nu 2,5. Hallo, hallo, wat is hier gebeurd? Nou, maar dat geld heeft hij niet, want dat heeft hij net tegen mij zitten zeggen. Wat is hier aan het gebeuren? Dan ben ik net gescamd en dan stuur ik dus filmpje wel even door. Hallo, wat is hier aan het gebeuren? Ja, meneer heeft mij gescamd. Gescamd? Ja, voor mijn Ferrari. Oké. Okay. Heeft hij gezegd dat hij een lening afsluit? Mm-hmm. Nee. Piet. Hallo. Waar is die agent? Doe maar niet van is niet verschrikkelijk. Waar is die agent naartoe? Hallo. Ja, waar is die agent naartoe? Want die is ineens weg. Wat zeg je? Waar is die agent naartoe? Agent, ik heb geen agent gezien. Ja, maar die was in Burger, dus allee, doe. Ah, oh, dat weet ik niet dan. Ah, shit. Want er is iemand naar buiten op nodig, denk ik. Ja, nee. Die is de wacht. Die is weg. Oh. Oh, sorry. Oh, het is lastig. Ja, dat... beetje pijn, kan ik wel. Daar word je hard van. Ja, daarom. Doeg. What the fuck? Oké, dat is ik hier aan weg. The fuck, er iemand met mijn taxi per totaal gereden. Weer al. Ah, doe me nog niet thuis. Doe me een kloot, echt. Oh, jaar. Is dat ook bij mij al? Ja, nee, mijn taxi is kapot. Iemand heeft die gewoon van de parking gereden. Jesus Christ, what the fuck. Nee, dat bent u niet. Ah, ben ik niet. Ja, ik ga niet weg. Heeft hij uitgenakt? Al amper te... ja. Heb je clip? Ja, ik heb het opgenomen. Echt een tikketje aanmaken, joh. Ja, dat gaat. Doet hij irritant? Maar hij kan hem nu nog teruggeven en dan wordt hij niet gebend. Dan stuur ik het filmpje niet op. Of hij geeft hem niet terug. En kom eens. Nou, ik heb hem niet, maar goed. Of pak de melding, en ook, dan komen ze niet eens af. Van uw vrienden. Bierbrouwers, kom eens. Die andere die jij verbeld hebt. Ik wil alleen nog die bierbrouwers. Waarom hangen die hier nu 2 telefoons? Goed. Dag mevrouw. Ik wil meelopen. Allee, AWNB dan. Eens kijken. Onze casekast is om er geen kans te maken, blijkbaar. Hoe? Plan B. Als mijn taxi kapot is. Mijn eigen heeft het goed verzet. Het is ook een. Ja, oei, mag je alcohol drinken? Normaal is mijn geen alcohol drinken met een dokter, maar ik moet toch doen. Ah! De trein is te sterk! Wat dat? Oh, excuseer. Doe maar zo. Ja, oké, niet licht. Ho!
Wat? Dat was een collision glitch. 25k. What the fuck? Meneer met Rolex. Wie? Ikke? Ja. Ja. Jij met de bril. Ja, wat is er? Maar kan jouw auto dan ook niet gewoon, ja, weet ik veel, in jouw eigen garage staan? Nee, want ik heb... hij wou letterlijk net mijn Ferrari kopen. Hij bood is 900. Toen zei hij voor 950, zet je hem eerst op mijn naam. Ik vertrouwde het eigenlijk al niet. Maar ik ging het, op... ik ging het sowieso opnemen. Dus hij was sowieso voor. Mag ik iets vragen? Wie heeft het trekkersgebied hier? Want ik heb een lift nodig naar de stad. Ik heb dat ook verkocht. Voertuig. Zijn het idee wat hij mij heeft. Ziet toch niet een beetje nuchter. Mag ik het vragen? Betrek jij ze niet? Want ik heb belieft nog naar de stad vandaar. Is dat nou die belg van gisteren? Oh nee, die herkent me. Is het deze man weer? Ik kom in vrede. Oké. Ben je er voor gisteren eigenlijk dood gegaan of niet? Ja. Ik ook. Zat jij naast mij toen of hè? Ja. Oh my god. En ze kaart een beetje. Ik ging er niet op tijd uit. Zeg, van die collega's moet het hebben, hè? Ja. Wanneer vertrek jij? Want ik moet eigenlijk. Ik heb ook een lift nodig. Heb je lift nodig? Ik wil je wel even een lift geven. Trouwens, is mijn mic nu een beetje beter? Want gisteren was hij echt brak. Ja, is wat beter. Dankjewel. Ja, goedendag. Goedendag. Bent u die taxichauffeur? Ja. Je auto is kapot of niet? Ja, ja, mijn auto is kapot nu. Heb je een repairkit? Wat blieft? Heb je ANWB nodig? Ja, maar ik heb een lift gevraagd, want ik ga waarschijnlijk van job veranderen naar hier, dus Ik kan wel vragen of een ABB langs kan komen. Oh ja, maar... Nee, man. Dat mag ook wel. Oei. Ja, als je een melding kan maken, dan komt hij eraan. Oké, dat ga ik doen. Au. Is dat voor mij? Kom maar, ja. Ja, ziet er van die mensen, want ik heb een lift hier. Ja, uw deur zijn toe. Wat is er gedaan? Nee, hij is open. Ja, nu wel, ja. Dankjewel, hè. Zeg, fijne dag, mannen. Yo. Waar moet je naartoe? Uit het bureau. Waar? Uit het bureau. Een marker. Ja. Zeg, wie waren die gasten eigenlijk gisteren? Wat zei je? Die waren elke die jongens gisteren. Je collega? Ja. Dat was nogal iets. Ja. Ja. In ieder geval, klopt dat dat er van de straat. Oeh. Oh, nou, hij gaat dood. Ik ga hem nog een keer pakken, hoor. Ja, van de collega's. Hij is even een beetje doorrijden. Van de collega's moet hebben. Nee, ja, ik probeer wel heel duidelijk te spreken. Oh, heb je geen auto? Ik niet, nee. Ik sta op zware afbetaling. Dus, ik kan echt geen auto betalen. Eigenlijk is het niet. We gaan even op hem wachten. Yes. Maar die collega's van gisteren, zijn die er nu ook of niet? Echt? Volgens mij wel.
Allee, hopelijk gaan ze speed in te dragen. Wat zei je? Hopelijk gaan ze speed in te dragen. Als ik bij jullie weet, dan zitten we met een business probleem. Komt goed. Ja. Ja, voor je motor, hè. Ik wil hem eigenlijk even zo'n duwtje geven, weet je wel. Ja, zo ja. Ja, als ik dat doe met mijn taxi, dan is het echt totaal. Nee, sterk je bekken, ja. Ja. Shit, man. Ik ga hem een duwtje geven. Hij moet niet gaan kloten, want dan pak ik hem ook wel. Laat me een bier leveren. Mijn geld. Je doet me toch zoveel pijn, meneer? Oh, kerk. Ik krijg zoveel pijn van die meneer, godverdamme. Wacht, ik zal de ambulance bellen. en ik zal krijgen in DNT die meneer. De schermen. Ik ga hem een duwtje geven. Bij deze... Ik ga zo. Bij deze ben je ontslagen. Oké, hij is er zo. Hij is er geweest. Allee. Even repair gedaan. Oh, die heeft er een bij, wat is dat heet? Ja, wat is dat heet? Okay. Kom even. Wat? Ja. Kom even. Oh, ik ga even pinnen. Ja. Ja, hij zei zo, hij rijdt mij aan. Extra, in het begin, ik blijf achter hem aanrijden, ik pak... En om het goed te maken, die perkt. Zalig. Hij komt zo, hier heb ik het. Die gast van een vrachtwagen achter zijn kop. Wat? Wat krijg je me na? Ik ga hem doodrijden, wacht. Nee, dat zullen we maar niet doen. Ja, dat komt de bas. Hé! Hey! Jij raakt me weg, even van de paard. Goed, hij is al weg. Ah, nee, toch niet. Oh shit. Ja. Oh shit. Dat was ik al aan het denken. Dat ging gebeuren. Oh my Let's go. God. Ik wist dat ging gebeuren, eigenlijk. Oh nee. Oh nee, ik dacht dat hij ons ging aanrijden. Nu komt hij me bij. Kijk maar, hij is een bitch! kijk wat hij aan het doen is, kijk. What the fuck? Zeg, ja, oké, okay, wielsnelheid, maar niet op die manier, hè. Let's go, we gaan even door. Volgens mij neemt hij. Nee, hoe voelt het nou om stil te staan? Heerlijk. Ja, dat dacht ik wel. Ja, inderdaad. Lekker veel wielsnelheid, hè. Ik geef je maar een duwtje. We gaan even duwen. Kanteleur. Net al wel. Oh, iets meer aanloop. Shit. Ja, ik moet even een ander bierbusje gaan zoeken. Zal ik eens kijken? Ah, maar ja. Waarom niet? Het zou wel grappig zijn, dan ga ik hem zo'n duwtje geven. Dan vliegt hij. Ja, maar anders is hij weer Porsche erop te laten.
We moeten eigenlijk bij iemand doen die naar de stad toe gaat, weet je wel. Ja, dat is daar. Dat is een bier gaan bezorgen. Ja, dat vond. Als dat busje weer gelijk kapot, kunnen ze gelijk weer stoppen. Rage quitten ze. Ja. Tja, niet iedereen is tegelijk voor het grote geld. Die man moest echt even zijn kamer. Oh, die man moest echt even zijn kamer krijgen, vind ik. Pech, motorpech. We gaan even een bierbusje zoeken. Dan gaan we een klein duwtje. Oh, hier is een bierbusje. Ik ga hem even een duwtje geven. Jij pikt die gewoon op. Oh my god. Even denken. Hoe gaan we dit doen? Even vragen. Meneer. Ik ga u even een zetje geven. Dan gaat hij veel sneller. Oh. Sorry meneer. Meneer. Als u gewoon recht blijft rijden, dan kan ik u een zetje geven. Dan gaat hij naar 200 of zo. Dan doen we zo met hem over het rechte stuk. Als je zo meteen gewoon niet stuurt, dan kan ik je heel hard vooruit een dikke duw geven. Een zet in je kont. Een zetpultje. Oké, dat is weer wel wat. Oh. Meneer, u moet niet sturen. U moet niet sturen, dan kan ik u een goede zet geven. Ah, nee. Je gaat niet sporen en ik heb gepakt voor. Ik ga hem even een zetje geven. Oké, wat. Oh! Oh my god, nee! In het water, of wat? In het water, in het water, kan hij ging wel goed, hè, toen. Ik denk dat hij in het water is. Hè. We gaan maar snel weg, anders heb ik eigenlijk een ruzie. Ja. Nou, volgens mij. Als hij in het water wordt, ja, dan heeft hij niet eens te veel water met een bier, hè. Oh, ja. Ik bedenk even de kleur van de auto gaan veranderen. Ja, dus dat want anders gaat iedereen me herkennen. Of beter gezicht melding maken en dan komt het goed. Ja. Oké, we gaan even een volgende bierbusje zoeken. Zeg, doe maar even sporten. Ik heb even de AFK, ik ben direct rustig. Alright. Dus, Even deel van de muziek, ja, dit is de bedoeling. Wil je een zetje hebben, dat je wat sneller gaat? Sorry. Doe maar op het rechte stuk, oké? Dan moet je daar gewoon niet sturen, moet je alleen gas geven. Maar echt niet op je stuur drukken, anders gaat het helemaal fout.
zo meteen niet sturen, gewoon bij me rijden. En ik stop al. Niet sturen. Ik ben iemand een zetje aan het geven. Oh, oké, okay, nu de volgende. Oh, de. Weet hij heel zeker. Ja, ik hoor jullie ook weer anders. Ja. Fucking l- Wat is er gebeurd? Ik heb je gemist. Zag je niet wat ik deed? Nee, ik krijg je niet. Ik ga voor zo'n vol zetje. Ah, maar. Even nog een auto erbij. Nee, sorry, echt niet, man. Ik ben er best blij mee. Om je blij te maken, dit komt op YouTube, dus je kunt altijd even kijken. Hallo, meneer. Hey, meneer, wat vinden we van onze bek? Ik zit te twijfelen, maar die zijn ja, ik heb die gehad. Maar, dingen. Oké, okay, we gaan even meer mensen zoeken. Oh. Sorry. Geen probleem. Altijd gewoon even. Geen probleem, ik heb alleen maar wat. Gewoon altijd 5 keer sorry zeggen tegen iemand, dan komt het wel goed. Wow. Ik ga even anders zoeken, we gaan tot de 300 laten rijden ofzo. Bij mij is dan, als ze probleem maken, dan zie ik gewoon van belsen. Ze kunnen mij niks doen. Oh, dat is ambu. Het is een beetje. Oh ja, sorry, ik zie geen probleem. Ja, maar die man vloog uit de ruit, anders had hij het hele probleem weer. Hij had zijn riem niet om. Hij vloog de lucht. Ah, dat was voor die... Oh my god, nee, dat meen ik niet. Volgens mij wel. Die is dood of niet mee, Brabant. Ja, ik weet niet of hij dood is, maar ik zag iets vliegen ofzo. Ja, waarschijnlijk dan maar. Ja, we gaan even doorzoeken. Oeh, slachtoffer. Allee, nou, hopelijk. Dat is echt netjes vragen. Meneer, wilt u een zetje hebben? Ja, want de auto noemt de truck. Teun, je wil een zetje of niet? Ja, je wil een zetje. Meneer. Wilt u een zetje hebben? Dat is ongeveer even 300 graden of zo. Ja, ik zie je daar niet. De nieuwe Porsche. Hey. De nieuwe Porsche Turkhammer. Niet te koop bij alle winkels. Okay, aanbevolen bij Bierbrouwerij Groningen. Oh bro. Oh nee. Je leven gaat zwaar worden. Goeie vraag, hoeveel rijdt die? Die auto van mij? Ah ja, dat is goed. Ja. Hij gaat denk ik alleen 2,75 of zo. Nee, dat is heel weinig. Ah, mijn auto is weer bijna kapot. Ik ben het halen, hoi. Aan BMW, help. Je bent een keertje. Jetzer, let's go. Jij was niet ANBB of niet? Zei je? Was jij niet ANBB? Ik heb geen flauw idee, maar ik ga even snel die berg laden.
We kunnen even doorgaan. Ik ga dat 2 halen, denk ik. Oh my god. Chaos bij Biba, ja. Bereik Groningen. Ik heb dat zo. We naaien elkaar witte, allemaal. Witte Porsche geeft geld voor. voor Biba. Let's go. Oh my. Hier ben ik de mensen niet meer zo gedaan. Is dat. Maar doe maar toch zeker voor de zekerheid een masker om. Ah, maar ik heb echt geen... Oh. Let's go. Ik heb gedaan ook. Geweldig. Oh, ik zit zo zwaar in de problemen met mijn geld, jong. Echt waar. Let's go, ik heb 2 fixes. Ik zit zo echt zo 69k achter, jong. Zijn je 69k? Hij slaat dan. Meneer, ben je er nog steeds? Dat is een twitje, jong. Meneer, ben je er nog steeds? Waarom hou je niet even repacken? Die achter kan je repacken. Die heeft een collision glitch. Zie je het niet? Die wiebert helemaal. Ja, oké. Okay. Mijn auto is bijna kapot, dus ik ga even mensen beuken en dan repareer ik hem. Volgens mij zit hij gewoon vast, jong. Ja. Dat kan niet anders. Nee, maar dat is wel inderdaad 90k. Dat is fucked up. Ik denk in mijn eigen, ik ga je ooit nog kwaad krijgen, niet schilderen, ik kwaad. Oké, we gaan even deze mensen zoeken. Hoor. Ik wil even iemand zo'n heel goed setje geven. Hoeveel geld heb jij? Op de server hier? Wat zei je? Hoeveel geld heb jij hier op de server? Ik heb op dit moment 700. Hoeveel? 700. Ah, en de bank? Ja, 700. Ah, dat is ook niet veel, hè? 7000, hè? Ah, oh. Ja, ik wou vragen of dat je mij misschien kon helpen met die afbetaling. No problem. No props. Welke afbetaling? Ja, omdat ik krijg het niet gedaan. Het is irritant, ik kan niet tanken. Sta je in de min? Ja, echt min. Ik kan niet tanken, ik kan geen auto kopen. Ik kan geen kleding kopen. Hoe kan je dan in de min staan? Ik kan geen huis kopen, niks. En als ik geld heb, dan is het maar 500 of zo. Ja, als je dan dood hebt, uiteraard. Plus, als je dan nog een keer op de bank zit, dan voeg je dan nog een keer eens bij die dingen. Hè. Dat? Je moet gewoon bier brouwen, meneer. I know. Als je gaat bier brouwen, dan doe je gewoon wegbrengen en dan krijg je alles contant. Dus dan kan je dat allemaal contant bij je houden. En als je één ritje is 10k en 3 ritjes is gewoon 30. Dus dat is gewoon verdient veel beter als de actie. Ja. Ja, want ik wou echt uit een bureau gaan gebied. Allee, als mijn taxi is kapot. Dat gaat eigenlijk denk ik een overval doen, meneer. Voor mij mag je mee. Misschien als je wilt, bied mij een brengen uit de auto. Dan moet je ineens joinen. Ik kan ook even naar UWV, dan kan je misschien een andere baan pakken. Oh ja, dat doe ik. Oké, dan breng je wel naar de UWV. Maar inderdaad... Verkeerde. Inderdaad, Belgen gebruiken heel veel Franse woorden. Vandaar dat moest wel hand vast. Oh, my god, hè. Had jij dat ook? Ja, omdat wij gebruiken alleen Belgen. In het algemeen gebruiken we Franse woorden bij. Alleen zoals merci of zo. Wij zeggen bijvoorbeeld merci in plaats van dank u. Wij zeggen bijvoorbeeld salut in plaats van daar. Even zo. Hallo. Kunt u even uitstappen? Ik kan dat zeker. Moet ik het even meenemen? Ja. Alsjeblieft, meneer. Grenscontrole. Vandaag in het systeem. Wat is beter, politie of massage? Dit is... Koninklijke marechaus, dus allemaal. Kan mij af wat aan beter is, de politie of naar Servië? Je mag even hier op de douane, wat?
Ja, doe maar. Je kunt eventjes bij wat in eventjes op scherp en ook mee aan converseren. Oké, ik denk dat het nee is. Wat zei je meneer, gezond in het? Versta je niet meneer? Uw stembanden zijn niet klaar. Mijn stembanden, mag ik even goed even controleren? Ja, kijk maar. Oké. Wat is het? Ik, ja, ik heb juist nog één notitie. Oh! Oh, laat maar. Eén notitie? Maar nee, zeg maar. Nee, zorg even voor dat kenteken op de voorkant. Ik ben blij nee, dat zorg ik niet ik voor ben meneer. Blij dat ik die chauffeur niet ben, maar. Mijn kenteken, dat blijft lekker zo, meneer, sorry. Ja, die ga je. Ja, die was ja. Waarom moet ik nou mijn kenteken erop zetten? Het staat als voor nog. Maar dat kan toch niet, er is een rechter aan het voorkant. Ah. Moet dat? Nee, maar ik heb een rij. Maar ja, dat zijn we ook de staf hier, hè? Ja, oké. Dus ja, allee al. Niet wacht, hoe pak ik die andere? Meneer, je weet dat op deze auto geen kenteken kan, hè? Meneer. Oh, oké, okay, nee, dan is het geen probleem. Ik kom een rechter. Oké. Dan zal ik. Kijk. Ja, goeie vraag. Wat verdient hij meer? Politie of naar verder? Geen idee. De politie verdient maar is van €750 per 10 minuten. Dat is heel weinig. Naar verder gaat dat veel meer verdienen. Ja, maar dat is gewoon puur voor de 8 die is dat. Maar wij zijn dan het verschil? Is dit weer? Politie en wat? Politie en Naar verder, ja. Wat is er geen verschil in? Geen verschil? Ja. Oh, nee. Maar ik denk dat dit AI politie. Zou ik ze voordringen en aanrijden? Misschien wel. Probeer, kom. Oh my god, nu komt die aan de ja, doe. Mag je even uitstappen? Fuck, we hebben blazen. Oh shit, ik ga achter me aan. Ik heb dit dan een keer aan. Ja! Shit, we moeten weg! Jongen, dan denk jij wat fucking een flikker hier in, man. Wat dan? Ja, ik rij om, Teun, goed. Hoe dom zijn we aan het rijden? Mijn vriend is aan het wachten, man, zorg. Die was een beetje achter ons aankomt. Oh nee. Nee. Oh, dat is niet de politie. Hop! Baaah! Die alleen nog met twee. Dan kun je hem anders aan, hè? Allee, ik niet zo. What the fuck gaat hier weg? Ik heb nog een repair kit. What the fuck gaat hier weg, die gast? What the fuck? Wat is dat voor een poesie? Ja, ik ga lekker repairen. Als die politie nu komt, dan hebben ze pech. Dan rij ik ze echt dood. En als ze nu wel komen, dan gaan ze repareren. Dan zijn ze weer goed. Allee, nu zeg ik geneukt. Maar heeft hij ook geen auto, meneer? Ik heb geen auto. Zoek je geen auto? Jawel, toch wel. Hoeveel geld heb je? Niks. Ja, nu heb ik 420 op zak, maar de bank is gewoon wat zak. Ik versta je niet, wat zei je meneer? Ja, op de contant heb ik 420 bij, maar op de bank is het wat zak. Ja, die zegt niet, ik heb geen cent daar op staan. Oh ja, dan, je moet denk ik ongeveer voor zo'n auto, denk ik, dat je voor deze 140 nodig hebt of zo. Ja, wel, vandaar ik bij jullie kom werken, hè. Dat is makkelijk. Ja, kom maar. Anders, we gaan even de politie irriteren, we gaan terug naar die politie. Ja, anders dan kan je het stop van rekenen. Teun, kom naar grenscontrole. Oh my god, nu ben je. Neem dat ding ook mee. Ik zie dat je niet gebend geraakt. Wat zei je meneer? Ik zie dat je niet gebend geraakt. Nee, ik mag gewoon wegrijden hoor. Wanneer moet je dan echt geband halen? Wat zei u? Voor welke reden word je dan geband? Ik kan nu niet geband worden. Allee. Maar ik heb niks gedaan. Nee, maar bedoel voor welke reden bijvoorbeeld? Combat loggen.
Schermen. Al die dingen. Is het Comet Buggy dan niet schietspellen? Nee, nee. Oh jee. Yeah. Eww. Eww, hoedoe. Hoedoe. Hoedoe nu. Oh, sorry. Ik net ook opgevierd, of Joi. Controleer. We gaan weer terug, we gaan terug. Ik wil iemand tegenkomen. Hij liep daar. Ja, tegen. Ja. Ja? Waarom zit jij rondjes te rijden hier ook? Ja, nee, ik ben even wachten op een vriend, hij komt hier natuurlijk. Parle français, non, dat je. Oké, maar je mag gewoon even normaal doen, anders is de wacht dat ik hier uit gaan nemen. Heel. Die wat is er gewoon. Komt hij achter me aan? Nee, je moet even politie achter me aan hebben, man. Teun, waar ben je? Wat niet? Oké, we gaan even hier eten. Hopelijk dat ik dan toch niet. We gaan niet even parkeren, Nee. Zo. Lekker. Ik heb mij gewoon gedaan voor alleen die door aan gaat liggen. Ik versta je echt bijna niet meer. Nee, maar ik heb gezegd terug. Ik zei van ik heb mijn gordel aangedaan, maar dan is het niet zo. Ja, ik blijf hier even wachten als de politie komt, dan ik ga één keer rijden hoor. Oh nee, dat is niet hier. Quack. Shit man, ze reageren niet. Nee Teun, ze moeten even achter me aankomen. Ja, nu komt ze al. Nee, ik wacht even op mijn vriend. Of ja, als je nog één keer... Ga dan ergens anders lopen, wacht niet hier om dat rondje op rijden. Meneer, maar er is nog een vrij land. Sorry? Er is nog een vrij land, meneer. Dat dit een vrij land is. Hey, je mag gewoon ergens anders gaan lopen wachten. Als ik je wees hier, dan krijg je weer van mij. Je bent niet op de openbare weg, ik dacht, ja, dan maar mag ik. Nee, dit is gewoon openbare weg. Ja, maar kijk hoe je rijdt, kijk hoe je rijdt. Let op je rijdt, bro. Ik rijd totaal niet, ik krijg gewoon normaal. Ik wil niet zo zeggen. Vast. Ja, nee. Die dat komt nog wel van jou. Meneer. Meneer, ik rijd toch gewoon normaal? Nee, maar je rijdt hele rondjes om die grens. Ja, maar ik ben serieus gewoon aan het wachten op een vriend. Ja, oké, ga dan ergens anders wachten op een steen. Ja, maar dit is toch een openbare weg? Ja. Oh, jongen, mijn joke, ja, dat houdt weer hier. Oké, ik ga nog één keer eroverheen, oké? En dan ga ik weer één keer terug en dan ben ik weg. Yo! Ja, ik kan uit. Oké, mag ik er wel even door? Oh. Sorry meneer. Het spijt me. We gaan even net doen alsof we hier gaan rijden en dan draai ik me zo meteen naar voren. Ik ben niet benieuwd of de andere keer. Ik denk dat ze zo meteen achter me aankomen. Ja, nee, maar hij kon ook niks zeggen, want het is gewoon openbare maar weg. Ze weet niet bij de lucht gaan onze randingen niet meer. Ja, daarom. Want ik heb ook mijn wasbeerhoed op. Ja, oei, ik niet, ben een kind van. What the fuck man, oh ja joh. Oh. Dat wordt niet wel. Hallo meneer, mag ik daar even langs? Nee, je moet ook controle man. Je blokkeert het hele voetpad. Gadverdamme. Ja, gast, ik zeg net ook tegen hem, moet ik mijn auto even verplaatsen? Zegt hij, nee hoor, hoeft niet. Ja, doe maar even verplaatsen. Vind ik echt asociaal van jou meneer. Nee, doe maar even. Ga maar gewoon weg hier, begrepen. Je rijdt hier nu al 10 keer langs zonder enige reden. Dus doei. Zo,
Yo, jij mag even doorrijden de volgende keer. Ja, ik wil niet veel zeggen, maar staat er echt een auto voor me? Ik ben even nog 1 minuut wachten en dan komt mijn vriend hier. Hou je mond dicht en wegrijden nu. Kom op. Ja, ik moet hier naartoe. Ik moet hier rechtdoor. Ja, mond dicht en wegrijden nu. Ja, ik moet hier rechtdoor. Ik kan niet wegrijden. Excuus hoor. Kom even mee. Ik wou ook echt dat die politie zeg maar, ik heb dan beugel me echt van die motor af. Was jij de, mag ik een vraag stellen, was jij er nu gisteren bij? Bij dat incident met de politie? Hier is een fietser, maar een fietser mag niet fietsen op de weg, hè. Die mag je dus eigenlijk gewoon aanrijden, toch Teun? Die mag je ook niet rijden, toch? Meneer! Ja? Heeft u een lift nodig? Ja, eigenlijk wel. En stap maar in. Als je een politieachtervolging wilt, dan komt het helemaal goed, stap maar in. Hoezo? Wacht. Stap maar in. Maar, wacht even, je moet even een beetje naar voren rijden. Maar kunt u... Oh, dat was foutje. Stap maar in. Deur is op slot. Je kan instappen. Ik ga nog 1 keer voorbij rijden, dan ga ik echt gepakt worden, let op. Ja, maar ja, dan worden wij wel gepakt en wij zijn het kindbaar, hè? Ik ga gewoon om met nog, hoor. Goed, oh. Oh, wacht even. Ja, we horen gepoept. We zijn, oké. Maar wacht, meneer, ik moest eigenlijk wel dat de andere. Ja, kant... weet ik, ik ga zo meteen terug. Ik wil echt verwachten dat die politie komt. Ja, ik weet ook niet wat aan het gebeuren is, hè, Mackie. Oké. Hij komt niet achter me. Oh! Wat de? Ja, hij mag op de weg lopen. Meneer, wat doe jij, jongen? Je loopt op de weg, gek. Nee, niet instappen, uitstappen. Ja, nu moet je mee, vieze lul. Je mag niet uitstappen, meneer. Oh, dat is niet prettig. Nee, dan moet hij maar niet uit die auto stappen, hij is vastgebonden. Hé hey, meneer, je bent vastgebonden. Ik vind het vrij knap hoe je uitstapt. Jacht maar op. Vertel ik dat, verdamme. Meneer. Oh, onder de 50 km per uur, dat mag. Zeg meneer, ik ken een goede kapper van. Teun, ik ben bij. Weet ik ook niet. Ja. En meneer, doe die deur eens even dicht. Doe die deur eens even dicht. Meneer, doe mijn deur eens even dicht. Die hebben me open gelaten. Ah, ja. Kom, dan mag je weg. Kom. Deur dicht. Meneer, deur dicht. Kom. Ik snap het niet. Hoezo is hij zelfs nog niet dood? Dat weet ik ook niet. Maar volgens mij had hij naar mij gehad. Zullen we even die politie neergaan, zeker? Zullen we die politie neersteken? Dat zou wel gezellig zijn, hè? Oh my god. We gaan echt het bak niet liggen, zo. Mag ik misschien even uitstappen? Nee, ik breng je wel terug. Hij vertrouwde mij niet meer, Oei. Dat zijn de dingen. De klant. Daar komen we weer. Oh! Let's go. Wel een mooie auto. Ja, je mag hem overkopen voor 160. Zoveel geld heb ik niet. Oh jee. Yeah. Nee, ik moet er nog 1 keer langs. Ja, je mag nu oprotten, vriend. Nu, weg.
Ik mag er toch wel even langs, alsjeblieft. Ja, je mag oprotten, je bent er nu al 10 keer langs geweest. Oké, ik moet nog 1 keer langs, dan ga ik naar Bierbro en dan is het klaar. Als meneer even doorrijdt. Godverdamme. Ga eens door. Met je lowrider, kom. Hou je mond eens even, vriend. Hou zelf je mond. Ik doe helemaal niks verkeerd, ik word er gewoon alleen langs. Ja, laat zitten dan. Oh. Ja. Meneer, ik mag je gewoon vriendelijk. Ik ga nog 1 keer vragen of ik er langs mag. Ja, anders is er niemand zo vriendelijk. Zo, we hebben een hele mooie foto in mails. Ja, dat weet ik. Zo. Ja, oké. Okay. Oh! Amen. Maar maak eerst even assen. Oh, wacht, we gaan even achter de spits even wat vragen. En dan gaan we jou wel wegbrengen. Oké. Meneer, oh. Meneer! 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 Meneer, ik heb even een vraagje, meneer. Ja, ga weg. Oh, de. Het skere wagen. We gaan mijn vrienden even helpen, jongens. Volgens mij, ik word ook achtervolgd. We zijn nu op de terugweg naar Palito, Deun. Kom even snel. Help ons even, pak hem. Die pikken, of nee, die andere, die politie. Jongen, bossen. Teun, ik heb hem. Teun, rij je. Nee. Oh, nee. Kom maar, ik moet hem hebben. Ai. Waar is die? Wie? Waar is die homo? Waar is die? Wie?
Yo bro. Yo, kom. Hey, mag ik iets vragen? Ja? Stop in. Wie is aan het rijden? Ja, Mattie van me, privéchauffeur. Zeg, mag ik iets vragen? Ja? Heeft het iets te maken over gisteren of zo? Ja? Is dit een wraakactie? Dit met jou? Nee. Zeker weten? Nee, dit is die medebelg van jou. Stap in. Hij is mijn privéchauffeur, hij praat normaal nooit. Maar deze keer praat hij wel. We moeten even repackage gaan halen. Gaan we naar mijn locatie, privéchauffeur. Hou je mond. Zet even je maken weg, deze winkel moeten we niet naartoe gaan pakken. Oh, rijd terug. Teun, ik bos hem. Ik bos hem, rijd terug. Ja, als hij nu op die weg loopt, dan mogen we hem gewoon aanrijden. Ja, we mogen hem aanrijden. Oei, dat is een last, man. Die bewapens. Ga achter hem aan, bos hem. Kom, bos hem. Ga even naar mijn. Durf je marker weghalen, alsjeblieft. Ik je? Ah. Wat een vieze nicht, jongen. Als mijn auto dadelijk weer is, ga ik weer langs de politie rijden. Hé, hey, privéchauffeur. Wat is mijn naam? Wat is je naam, privéchauffeur? Hier kan je geen repacken naar, Teun. Ik heb die gasten nooit gezien al hier. Chauffeur, kom. Ga naar mijn locatie. Ga naar mijn auto die kapot is. Ik heb nu al 5 repackers gekocht. 5, jong? Ja, je moet even je marker weg. Daar, privéchauffeur. Oké, meneer. Oké, ga zo meteen met die een bankoverval doen. Wat doen? Hè? Wat doen? Een bankoverval. Oh, mannetje. Met mijn privéchauffeur. Die is wel gevaarlijk, wat kun je doen? Deze privéchauffeur kan het beste rijden. Nee, maar ik ben wel bekend, hè. Wat zei je? Ik ben wel bekend van politie. Ben je bekend bij politie? Nee, ik ben sollicitant. Ja, maar niet uit. Je wordt toch niet gepakt. Je moet gewoon een beetje een Nederlands accent doen en een hele zware stem doen. Of gewoon een voice changer aan. Oké, als je mij een wapen geeft. Ja, ik kan. Teun, je rijdt verkeerd. Ik geef je een wapen als het niet bang overval goed gaat. Teun, je rijdt weer verkeerd. Je moet die berg omhoog. Ja, rechtdoor, ja. Rechtdoor. Naar links. Ja. Nee, kom, gaan ze ook even langs de grenscontrole, dan gaan we die politie kapot maken. Zou ik een bakje zijn? Wacht, stap in, meneer.
repareren. Welke auto bedoel je? Hoor je hem mee? Ja, zo. Ik hoor hem. Ik kan hem zo repareren. Oh nee, die dingen. Dat is kort al. Ja. Welke auto bedoel je? Die moet instappen. Nou, je moet met die andere man instappen. Oké, bedankt hè. Kijk ja. Meneer, we gaan even mijn auto repareren en gaan we even langs de politie rijden. Stap maar. Oké, ik moet even 1 seconde rijden. Hé, hey, vind jij ook op. Vind jij ook een first person? Ik wel, hè? Denk dat. Nee, als ik nu first person ga driven, dan zie ik helemaal niks. Dat is mede beeldslag, want ik heb geblindeerde ramen. Nou, dat is ready. Oh! Welke bank is daar eigenlijk? Wat zei je? Welke bank is daar eigenlijk? Ik denk dat we de Maze Bank of Palito Bank hebben. Oh, we kunnen ook een heist doen, maar we gaan eerst even een Maze Bank. Ja, ik ben even mijn auto repareren tegen. Bij het politiebureau, weet je wel, bij Sandy. Ik ga even repareren hoor. Zo, ik ben even aan het repareren. Wat is dat dan? Niet. Niet. Ik ga nu, ik heb mijn auto net gerepareerd. We gaan even mijn auto wassen, even de kleur veranderen. Oh, eerst even zo deze kleur laten, dan gaan we zo meteen de kleur veranderen. En even het kenteken eraf halen. Oké, dan we gaan even... Deun, kom maar zo aan. Even snel mijn auto wassen. Ja. Zo, waar moet ik naartoe? Ik volg je, ik volg je. Ik rijd niet tegen je. Ik volg je. Ja, ja, ik rem. Hier staat eigenlijk 15 politie of zo, meneer. Dus Welk? Teun, wat zeg je hier? Er is helemaal niemand. Oké, we gaan even naar. We gaan even naar grenscontrole, Teun. Grenscontrole. We gaan deze man even duwen. Meneer, wilt u een duwtje hebben? Meneer, wilt u een duwtje hebben? Ja, oké. Okay. Waar is de grenscontrole? Meneer, wacht. Wilt u een duwtje hebben? Wilt u een duwtje hebben? Hallo? Ik ga even naar... Laat maar. Meneer. Teun, ik kom eraan. Wacht, meneer, hoor je mij nog? Meneer? Ja? Ah, oké. Okay. Teun, waar ben je? Ik sta bij grenscontrole. Of privéchauffeur. Gadverdamme, ik kan er weer niet door. Hey, kan je mij helpen? Misschien niet uw busje zo asociaal. Ja, kijk, dat is dus het ding. Hij is kapot. Dan moet je hem duwen. Okay. Ja. Hey meneer. Nee, hij doet gek. Hij heeft op me geschoten. Hij heeft me zo geprobeerd te schieten, man. Hey, ik heb niet op jou geschoten, hè. Hey, ja, maatje, wel, je hoorde net zwaar bij. Zal ik je wat leuks vertellen?
Wil je echt wat leuks vertellen waardoor hey, meneer, wat is het hier druk, man? Zwakke ziel. Hey, meneer, wil je wat horen waardoor alles goed komt? Wat? We waren toch met elkaar op de berg? In die shootout? Nou, hoe heet dat? Man, die is zijn nek geschoten. Ja, weet ik. De politie komt maar bro, diegene die in zijn nek is geschoten, die heeft met zijn wapen... heeft hij die andere doodgeslagen. Dus twee wapens hebben jullie in echt 10 seconden weggehaald. Bro, ik moest echt tanden hoor. Hallo meneer. Ja, maar kun je fouilleren? Ja, fouilleer me maar. Dat is graag gedaan. Waarom zeggen we, oh, jullie zitten te kop beter, jullie zijn het. Ja! Stop. Nooit fucking met een sollicitant, Mekker. Wat zei je? Ik zei nooit fucking met een sollicitant. Ik versta je niet. Nooit fucking met een sollicitant. Ja, is goed. Dus begin maar even hier. Wat? Nooit fucking met een sollicitant. Blijf maar eventjes hier. Waarom zou ik? Laten we zeggen dat er zoiets interessant volk afkomt. Meneer, u mag, ik hoor niet wat. Kom jongen, het steppen. Ben je een vliegpiloot, meneer? Alsjeblieft. Ben je een vliegpiloot, want ik hoor alleen. Het steppen, kom. Bro, je bent geen eens politie, man. Nog niet, nee. Wat wil je doen dan? Je hebt een wapen, ik weet dat. Je moet gewoon gepakt worden. Wat wil je doen dan? Als je hem schieten. Als je hem te schieten, kan je gepakt worden. Jij denkt echt dat je dom ben, hè? Jij denkt echt dat je dom bent. Wat wil je doen dan? Doe dan iets, hè, sollicitant. Kom maar, jongen. Ja, jij wacht gewoon tot de politie komt, hè? Kom, ga maar weg, man. Hier blijven, ga maar. Bepaal ik zelf. Allee. Oh, sorry, dat wou ik niet doen, sorry. Ik geloof er niet aan. Nee, meneer, die Porsche moet een bank over opleggen. Hé, hey, welke? Belg. Hey. Ja, maar je bent een vriendje, jullie zijn beters, ja. Ik ga weg. Ik ben even in de serieus. Ja, ik pas de maand... 22:35, kunt u mij komen ophalen bij de kranten? Mannetjes, dit is geniaal. Nu heb ik zeker die job van de police. Mama, kom maar aan, hè. Even... Hé, hey, je mag niet even kees staan. Hé. Hey. Je kunt even geen persoon slaan. Ja, maar ik heb... ja, kijk, hij staat even kees. Ja, oké, maar dat is niet meer... Nee, dan maakt u een petje aan de hoofd. Ja, en niet direct iemand te slaan. Hoef je niet gelijk je stokje te pakken, hoor. U slaat iemand. Ik agressief, ben hier om levens te redden. Agressief. Nee, helemaal niet, dog. Agressief. Maar nee. Ik ben ook agressief, want mijn bus is kapot. Oh, maar dat klinkt als een uw probleem. Mag ik wel even een geldige rijbewijs zien? Nee, die is niet voor mij een andere bus, maar... Oké, mag ik alsnog een rijbewijs zien? Waarom? Algemene controle, douane. Douanecontrole? Ja, ik sta hier toch gewoon. Ik ben toch hier niet met een auto. Oké, dan wil ik u fouilleren op de douanewet. Oh. Wat is het? Heeft dit bij waar ik pijn kan aan krijgen? Door de verjering? Zou best kunnen. Je hebt wel veel geld, dat klopt. Ja, dat klopt. Moet je maar niet snijden aan een vroestijzer natuurlijk, hè. Nee, dat valt niet te veel. Ik hoorde een auto. Ja, maar dat is een echte auto. Echt al de hele tijd. Waar ik niets beters te doen. Nee, mag ik even uit
die zien. Ja, maar waarom doen jullie niet vaker van die douane met die honden bij je, zoals gisteren? Die honden is geen ding, dat zijn goden. Ja, weet ik, maar alsnog gewoon echt douane in plaats van Kamar. Heb je hem? Oké. Ja, controleert even. Dat is niets wat ik kan doen, hè. Als je sollicitant bent, even de shard of even exposen. Meneer, heeft u een drinkprobleem? Ik had een drinkprobleem. Ik ben echt... Oké, nee, dat ziet er goed uit. Dan laat ik er weer vandoor gaan. Voorzichtig, hè? Yo. Yo, ça va, hè? Jij ja, volgt mij? Ken je me nog? Nee, ik ken je niet, Virga. Weet je nog gisteren die ouwe bij die bierbrouwen? Met ja. Belgenmatteldag. Inderdaad. Ja. Je weet toch? Kan je niet meer herinneren, hè? Ja, wel toch wel, want de politie, want ik heb er straks de politiepol afgestuurd. Ja, jij had die mes. Ja, nee, ik had geen rustige mes. Aanval. Ik heb je die drugs in die gestolen goeder even drugs? Jawel, in die containers. Mm. Oh ja, dat was ik, klopt. Die zijn binnengevallen. Want de container was aan het flikken, dat weet ik al direct dat de politie binnengevallen was. Oké. Ja, dat is toch het minste wat een sollicitant kan doen, vind je niet? Ja. Mm-hmm. Zal ik nog één keer zeggen, niet fucking met mij, oké? Wat was hij? Ik zeg het nog één keer, dus voor je met mij gaat fucken, moet je eerst nadenken. Snap je? En dan als ik nu wat doe? Dat zou ook dom zijn. Dat boeikjes, jongen. Ik ken het wetboek, dus. We zijn aan het doen. Zeg, Mai, is het niet koud met zonder t-shirt, jong? Valt mee. Mm. Ik heb het goed warm met mijn smoke. Mijn smoking. Allee. Wat is dit door mij? Sikkel is echt waar. Mannek is wat geniaal. Echt waar. Die gast dat ik niet weg dat ik lekker iemand welke melding aan het maken was. Ik zeg het, dat kan het minst met een sollicitant kan doen. Zeker nu deze. Nu heb ik zelfs een bankenval kunnen verijdelen. Ik ben eens curieus of ze me nu echt zijn van binnenhouden bij de politie. Dus wat ik niet kan doen is terug een sollicitatie aanmaken. Dat echt waar is. Even disconnecten. En mijn dames en heren, dan zie ik jullie volgende keer in een andere video. En hopelijk kan dan eindelijk als politieagent. Salut!